We staan hier in Hulte langs de 282. Een nog steeds hartstikke drukke weg. Het is nou, lijkt het een beetje rustig. Maar er zijn dagen of momenten van de dag dat het hele verkeer hier totaal stilstaat. Dat gaat veranderen. Binnen een paar jaar, en dat is de afgelopen tijd al voorbereid helemaal, gaat deze weg dicht. Wordt een doodlopende weg. Waardoor Hulte een heel ander leefklimaat kan krijgen. Het verkeer gaat om de kern heen. Dus iedereen die hier woont, woont ineens in een hele prachtige, stille, mooie omgeving. En ik ben er heel trots op dat dat de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Dat we dat voorbereid hebben met de provincie. En het is nu wachten op de uitvoering. We zijn hier in de traditiekamer. De traditiekamer is een museum van 110 jaar luchtvaart in de gemeente Gils en Rijen. De geschiedenis is hier helemaal uitgestald met foto's, met verschillende objecten, met maquettes van wat er hier in de loop der tijd allemaal gebeurd is. En met name in en om de Tweede Wereldoorlog was dit natuurlijk een plek die ook voor de rest van de gemeente Gils en Rijen heel veel effect heeft gehad. Er is hier veel gebombardeerd. In Gilsen zijn daar veel slachtoffers bij gevallen. Ik denk dat maar heel weinig inwoners van de gemeente Gils en Rijen hier ooit binnen zijn geweest. Want je moet natuurlijk altijd via de bewaking naar binnen. Maar als je een afspraak maakt, dan kan je hier altijd terecht. En ik raad iedereen aan om hier eens naar zijn eigen geschiedenis, de geschiedenis van het dorp, te komen kijken. Er zijn altijd mensen die hier prettig rondleiden. En dat wilde ik ook heel graag laten zien aan de kijkers van dit programma. We zijn hier op de luchtmachtbasis. Het hart eigenlijk van de gemeente Gilsen en Rijen. Tussen Gilsen, Rijen, Molenschot en Hulte in. Een luchtmachtbasis die hier al vanaf 1910 als luchtmachtbasis werkt. Eerst als vliegveld, twee vliegvelden. Later door de Duitsers één vliegveld van gemaakt. En het is een hele bijzondere plek. Omdat we natuurlijk als gemeente regelmatig te maken hebben met het geluid, met het lawaai van de helikopters. Ik zeg altijd, het is wel het geluid van de vrede. Want het leger zal ergens moeten oefenen. En heel veel mensen, of de meeste mensen die hier in de omgeving zijn komen wonen, die zijn hier komen wonen toen de luchtmachtbasis er eigenlijk al was. Dat is iets wat we ook ons goed moeten realiseren. Aan de andere kant is het ook een hele grote werkgever in onze gemeente. Veel mensen die hier werken, die in het dorp wonen, in Rijen of in Gilsen wonen, die hier bij de lokale middenstand producten kopen, et cetera. Dus een grote economische motor voor de gemeente. Ik moet zeggen dat de samenwerking die we hebben met de luchtmachtbasis en de gesprekken die we kunnen hebben over eventueel overlast en dat soort zaken, dat die altijd toch in een bijzonder positieve sfeer verlopen. En ik vind dat dat ook zo zou moeten blijven. We zijn hier op een hele bijzondere plek. Het stationsgebouw van de gemeente Gils en Rijen. Van het treinstation Gils en Rijen. Dit pand bestaat al 102 jaar. En dat wordt momenteel
helemaal bijgehouden door vrijwilligers die hier een wachtkamer onderhouden, zorgen dat je hier goede koffie kan krijgen, dat mensen de weg gewezen kan worden en als er eens een keer een trein vertraagd is, dat je hier lekker warm kan zitten. Dat is heel typerend voor onze gemeente, dat we heel veel vrijwilligers hebben die zich inzetten voor de samenleving. Zo ook deze mensen die hier aan het werk zijn voor ons allemaal. En we zijn daar hartstikke blij mee. Het is ook in een ander opzicht een bijzondere plek hier, want er gaat hier de komende jaren veel veranderen. Het spoor wordt ondertunneld, dat wil zeggen, er komt een tunnel zodat mensen niet meer lang hoeven te wachten voor de spoorwegovergang. Er komt aan twee kanten een perron, zodat je niet meer de situatie hebt dat je staat te wachten terwijl je de trein ziet wegrijden omdat je er niet het perron op kan met dat middenperron. Dat zijn allemaal dingen die gaan hier de komende jaren veranderen en ik vind het ook mooi dat ik daar ook aan heb mee mogen denken om te zorgen hoe we dat station van de toekomst, hoe we dat vorm gaan geven en hoe dat een rol kan blijven spelen in deze gemeente. Het station is van enorme economische betekenis. Mensen kiezen voor, wonen in onze gemeente omdat er een station is, omdat je makkelijk van hier naar de rest van de wereld kan. Breda, Parijs, om maar eens wat te noemen. Of via Arnhem naar Duitsland. En dat kan allemaal hier beginnen als je hier woont. Mijn collega. Lang niet gezien. Ik zit hier in de klas van Björn Storm in Molenschot. En Molenschot is een hele mooie kern in onze gemeente. En Björn is een fantastische jeugdburgemeester van de gemeente Gils en Rijen. En waarom wilde je eigenlijk jeugdburgemeester worden? Ik wou jeugdburgemeester worden omdat mijn broer die was ook jeugdburgemeester geweest en hij had allemaal verhalen van dat hij allemaal leuke dingen ging doen en dat hij allemaal projecten had. En ik wou ook mijn steentje bijdragen in de gemeente, want ik had 3 onderwerpen. Ik wou iets met de voedselbank doen, ja, dus een beetje helpen. Ik wou meer openbare wc's plaatsen. En die andere weet ik niet meer, maar... Nou, in ieder geval een ambitieus programma. Ja. En daar ben je op gekozen voor als een jaar jeugdburgemeester van de gemeente Gils en Rijen. Ja. En dan wel uit Molenschot afkomstig. Ja. Hoe is dat om jeugd, om jong te zijn in Molenschot? Hoe is het hier om hier te wonen? Het is fijn. Ik zeg altijd, het is klein maar fijn. Want het is niet heel groot, dus dat is fijn. En de juffrouw die kent zowel iedereen in de klas, omdat we hebben niet zo heel veel mensen in de klas. Dus dan kan ze ook veel aandacht aan ons besteden. Oké, hoeveel zitten er in de klas? 21 kinderen met groep 6, 7 en 8. Dat is... 21 kinderen, groep 6, oké. Kom in de klas. Maar het is wel heel gezellig toch allemaal, hè? Heel gezellig. En ben je nou ook een beetje de baas in de klas, omdat je jeugdburgemeester bent? Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, echt niet? Nee, ik had voordat, ja dat is de juffrouw, maar voordat ik jeugdburgemeester werd, had ik mijn presentatie nog in de klas gehouden. En ja, iedereen vond me heel goed, dus. Oké. En word je ook op een andere manier bekeken als je jeugdburgemeester bent in het dorp?
Of merk je daar niet zoveel van? Willen ze wel eens een handtekening van je? Handtekening nog. Nee? Oh. Geen handtekening. Mensen, zeg maar, als ik op straat loop of zo, soms zeggen ze dan van... Oh, ja, hey, jij bent de jeugdburgemeester, ik heb je in de kant gezien. Of als ik eieren ga halen bij de buren of zo. Dan, ja, ik zag je pas in de krant. Ja. Dus ja, soms word ik wel van, ja, jeugdburgemeester. En je hebt ook een mooie ambtsketen, hè? Als, ja. Als jeugdburgemeester. Heb je die wel eens om in de klas? In de klas niet. Nee? Nee, die blijft in het gemeentehuis. Oké. Okay. Of als die ergens naartoe moet genomen worden, dan brengen ze die ergens naartoe. Ja. Maar dat is meestal niet zo. Ja, dus ik klaag hem eigenlijk nooit in de klas. Is er al wat gerealiseerd van je programma? He, want je wilde wat doen met de voedselbank en zo. Is daar al iets van tot stand? Nee, dus dan moet ik nog heel goed gaan vragen en zeggen tegen Jetty of Willy. Maar ik denk vooral Jetty. Want die, dat zijn de mensen die daarmee bezig zijn, hè, vanuit de gemeente. Ja. Jetty die plant, of nee, Willy die plant alles en zo. En Jetty die doet alles met de gemeenteraad. Oké, okay. Nou, maar het komt vast goed met jou. Ja. Dat denk ik wel, hè? Ja. Goed zo. Ik vond het wel heel leuk om even met je gesproken te hebben. Ja, dankjewel. Ja. Leuk.